Dat juist wil ik opnemen via Share Factory. Maar ik heb het op de verkeerde manier gedaan. Dus nu doe ik het en ik dacht dat ik aan het uploaden was en ik was heel de tijd aan het praten. En dan kwam ik tot het besluit dat ik niet aan het opnemen was. En wat heb ik gehaald? Een win. Dus ik zal het jullie tonen via replay mode. Dus ik gebruik dit bijna nooit. Replays hier. Oké. Ik pak ook al een paar mooie headshots. Dus ja. Geen sniper kill, jammer genoeg, maar ik had wel heel veel stress. Dus ik moet mezelf nu zoeken. Oké. Kijken het en niet een drone vloot, nee, dan gameplay. Dus ik kijk het op een normaal tempo. Nee. Als het normaal moet dat toch weggaan? Ja. Ik land hier dan op. Hopelijk zit er een wapen in. Nee, geen wapen. Oké. Dan kom ik, dacht ik, een blauwe pump tegen. Het is ook niet zo lang geleden dat ik het heb opgeloot, dus daarom weet ik het zo goed. Dan kreeg ik twee cadeautjes met twee keer hetzelfde wapen in. Of ik zal denk ik beter dan niet meer doen, zoals verklappen, dus ik zal gewoon ja, erin leven. Je ziet ook niet welke wapens ik allemaal heb. Dat is wel jammer. Want ja, anders zou het wel handig kunnen geweest zijn, maar dat vinden we niet. Dan zie je weer hetzelfde. De kwadlontje. Nou, laten we rustig looten. Oh, dat gaat niet lukken. Want dat gaat niet lukken. Dus wat ik dan probeer is met mijn kwadlontje te schieten, maar ik mis helemaal. Ik kan daar niet mee werken met zo'n quad launcher. Dus dan moet je dat nooit geven, dan moest je mee uitspelen. Dan geef ik het wel aan jou als ik het zo vind. Geraakt, dat is geraakt. Dat weet je nog. En dat is een default, ik wist het niet eens. Ik dacht zo van, is dat nu een nose skin? Is dat nu een nose skin of een zo'n skin die van 800 V-bucks, maar die zag net als iemand die persoon heeft gekild. Moest die man dat niet hebben gedaan, was ik dood geweest. Dan had ik geen victory. Ook, misschien lieg ik wel van die victory, dus kijk, blijf kijken tot het einde. Hier gebeurt er niets. Headshot 100, ik weet het nog. Nee, 120. En toen kon ik hem killen met mijn boom. Dus jammer dat ik dat niet kan zien. Kan je hem ergens instellen? Ik kan kijken of ik dat kan instellen, want nee, dat kan je ook niet zien. Nee, close. Wat nou? Dan, waarom zat er een pin zo rap? Laat maar zo. Dus ik kan geen wapens zien. Ik
ga alles een keer omzetten. Kijk wat dan het effect is. Ja, nu kan je wel zien wat onze wapens zijn. En dan ga je ook de naamplaatjes zien. Ja, sorry, ik heb het nog nooit gedaan. Ik ben er echt een beetje loop in. Toen was ik low. Ik was zo'n 65 HP en, nu, en dan pak ik een medkit in. En ik had ook een heel goede loot. En dan ja, ren ik een beetje met 200 HP. En ja, kom ik heel dit met niemand tegen, dus dat ga ik even doorspoelen. Dus dan zet ik even. Oh, nee. Kijk, ik heb één keer, twee keer, denk ik. En dan bleef ik met mijn scar schieten. En dat zag er heel noep uit, maar dat was ook heel noep actie van mij, want ik stond er zo heel lang stil en toen dacht ik echt dat ik ging dood gaan, maar ik was niet dood. Dat is goed. En ik liep mijn kwadslauntje ook wel achter, want. Ik ben wel blij, ik had nog geen win in season 7, dus ik ben wel blij dat ik nu een win heb. Ik dacht van, in de kerstvakantie, je hebt ook nog, bij mij is dat zo, hè, je hebt 1 week en 1 week in de vakantie. Zo, dus de kerstvakantie en de nieuwjaarvakantie, zo noem ik dat. Ja, ik wou nog in de kerstvakantie 1 win halen. En dat is me nu gelukt. Ik ben echt heel blij. Ik dacht echt dat ik het weer ging joken voor mezelf, maar dat is niet gebeurd. Dus ik ben echt blij. Maar ik zweette wel heel hard. En kijk, dat was echt beest. Zo direct broer en dat was gebouwd. En toen gebeurde dit. Dat zat hij niet aankomen en dan boom. 400. Soms 400, maar dat is 200. 220 of 200 gewoon, ik weet niet meer. Ik ben vriend. Maar alleszins was wel een mooie headshot. Dat weet ik al nog. Daarna die nieuwe shotgun, maar ik wil daar niet achter gaan, want dat was een beetje te riskant en ja, daar heb ik gewoon geen zin in. Toen bleef ik een beetje campen in een beestje, een beetje kijken of er nog loot lag en er lag niets meer. En ik dacht van, yo, fuck it. Ik ga verder, denk ik. Nee, dan hoorde ik, ja, het is juist, dan hoorde ik er iemand schieten. En dan zag ik zo van onder op die killcam. Ah, hij is dood. Oké, dan moet ik even wachten. Maar dat hij niet schoppen. Wel, dan mag ik schoppen. Misschien. Dat weet ik niet meer. Ja, dan dacht ik zo van, ja, weet je, fuck dat. Toen zag ik er iemand die. Hè? Wat? Ah, ik had het toch gedaan. Oké, dat was het niet, sorry. Dat was een foutje, ik dacht dat ik het niet had gedaan. Toen schot ik die boom weg. Boom. Zag je het? Dan weet je niet, dat had toch niet? Nu ben ik een glitchen, hè? Die ding aan mijn hoofd. Ik hoop, het gaat bijna weg. Die man bleef maar omhoog bouwen. Wacht. Ga kijken, misschien kan ik het wel doen op een of andere manier. Als ik dit doe, misschien zo. En dan terug naar dit. Nee, het blijft. Kut. Ja, dat is echt storend. Doe maar. En toen kon ik schieten, maar ik schot in de boom. Toen schot ik nog een keer, dacht ik. Ja. Maar wat wil ik die 52 zeggen? Kan iemand dat vertellen in de chat? Want ik weet niet wat het zijn. Nu doe ik of ik heel beroemd ben, maar eigenlijk ben ik helemaal niet beroemd.
was ik wel een beetje bang. Maar die gast... Ik kon er eigenlijk echt dood geweest zijn, moest ik dat niet hebben weggehaald. Gelukkig dat mijn hersenen sneller na dan ik normaal ben. Als ik slim was geweest, had ik direct gepusht. Ja, die man zat zijn shield in te drinken, hè. Waardoor dat hij dan te veel was. Toen hoopte ik als hij me niet ging raken. En dat was... ook gebeurd, dacht ik. Nee, niet gebeurd. Of wel, ik weet het niet meer. Toen bouwde ik dat mooi en dan kon ik mooi dat in mijn baan. Die man was dan dood. En waarom blijft dat irritant ding om het hoofd zitten, man? Er is dus een glitch, sorry als dat echt recht storen, ik weet het, maar... Oei. Het is echt heel storend. Maar... Dan leven er denk ik in totaal nog 4 mensen. 1, 2, 3, 4, nee? Jawel. Ik weet dat nog. Ik weet het nog. Ik herinner het me terug. Maar toen, die was wel slim. Kijk, daar dacht ik echt als ik ging doodgaan. Ik dacht echt als ik boom hit zat gaan, maar dat was niet gebeurd. Kijk, dat was mijn slimme truc. Kijk wat ik ga doen, hè. Dan glijd ik zo. En dan, totdat ik op een... ik had dus op heel de overkant. Ik dacht dat ik nog een beetje op die zeppelins gaan, maar dat was niet gebeurd. Daar dacht ik als ik in de cirkel zat, maar ik zat niet in de cirkel. Oh man, dat ding is irritant. Die had zat in een bush. Ik ga kijken wat iedereen zat te doen. Kijk, ik ga even misschien die aspecteit doen. Voor jullie. Goed te zien wat hij eigenlijk allemaal dacht. Hij dacht als ik daar nog zat. Dat was het dat hij dacht, maar dat was niet zo. Kijk, waar is de andere persoon? Ah, er waren nog maar 3 mensen dan. Hem, ikke en een bushcamper. Die bleef campen in zijn busje. Dus ik ga terug in de boom. Ik vond het gewoon irritant dat hij... hij zat er gewoon in dat busje, heel smerig. Gelukkig dat ik hem niet zag, want op het einde had ik ermee gevoordeel hebben. Die aspecteit eventjes is gewoon puur omdat, omdat ik de lawaai heel irritant vind. Kijk, daar ging er iets heel kut gebeuren, iets heel kut. Kijk, was er, kijk die boys, kijk, check die boss. Check dat bosje. Lol. Ja, ik wou dan proberen hem te snappen en hij headshotte mee. Daarom was ik zo low. Ik had ook nog een campfire'tje. Dan heet hij me nog een keer en dan en doe ik het helemaal beu en toen ook het op een andere manier proberen te doen. Doe ik dat? Dronk ik nog 10 minuutjes en dan... Want ik ging niet zo ver normaal. Zo ver ging ik nooit. Te riskant. Zie je wel, als het een echte no-skin is, ik wist het. Kijk wat er gaat gebeuren.
Bam. Hoezo kan iemand een noob zijn? Die heeft een fucking nice skin. Ja, die had het echt heel moeilijk. Kijk, en dat was ik de winnaar. Was ik? Maar als goed is dat ik hier niet. Ik hoor mezelf. Toen ik niet take DL, dat is te erg, dat doe ik nooit. Toen deed ik zo take die 11. Dat was de video. Ik hoop dat jullie het leuk vonden, dat was de win. Ik was heel blij toen ze kwam, want dat was mijn eerste win in season 7. En adios mensen, adios.